Vlaamse whiskyfanaten. Vandaag is het zondag budgetdag. We gaan vandaag Label 5 testen, omdat het een valabele budget variant is. Een flesje kost normaal gezien 20 euro. Een grote fles wel te verstaan. Ik heb een kleine fles hier bij mij om te testen. Dus die valt zeker bij de budget opties. Het is een blend. Voornamelijk van Glenmorangie. En van Starlow Single Grain. En de andere ingrediënten die geven ze helaas niet prijs. Maar dat zijn de twee belangrijkste componenten in de blend. Maar natuurlijk eerst eens ruiken. A few moments later. Wat mij voornamelijk al direct opvalt is de vanillegeur. Een beetje toffee. Een heel geel, fruitig, heel elegant, heel licht. Ik zou zeggen, slangje. Het eerste dat mij opvalt is, in de smaak zit er veel appel, peer. Karamel ook. Het laatste heel klein vleugje, een klein beetje rook. En ook een vrij veel peper in de afdank. Dus dat valt mij wel enorm op. Het is een heel zachte whisky. Zie ik hem als een valabele budget whisky? Ja. Nee, het is een, ook al is het een blend. Je ziet dat het een blend is, maar dat er ook redelijk wat... liefde ingestoken is, ga ik het zo zeggen. Niet in vergelijking met high-end blends, maar toch. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Wat mij ook opvalt, naast de appel en de peer trouwens, is een redelijk moutige smaak. En ook een paar subtiele hints van gras die ik erbij heb. Veel minder dan bijvoorbeeld de Goldlies van vorige keer, maar toch zit het er nog lichtjes in. Heel korte afdank, hè. Zo redelijk peperig ook. Maar is eigenlijk niet complex. Nee, dus alles wat ik net heb gezegd, heb ik al serieus voor moeten zoeken. Met de smaken eruit halen. Maar meer smaken zal er ook niet in zitten. Redelijk straightforward. Goede whisky als je in budgetproblemen zit. En je wilt toch whisky hebben. Ook heel goed verkrijgbaar, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Ik denk dat elke supermarkt deze heeft, ik zie die toch ook overal verschijnen. Is heel populair, voornamelijk in Frankrijk en in Wallonië. Dus dat is ook heel makkelijk aan te krijgen. Als ik een score zou geven in verhouding met de vorige whiskies, dan zou ik deze toch een 8500 geven. Ik moet er wel bij zeggen, het is geen 85 op 100 in het algemeen. Het is een 85 op 100
die ik geef, verhoudingsgewijs kwaliteit, prijs. Nee, want veel mensen vragen mij af, ja, hoe komt het dat ik bijvoorbeeld Goldies 81 heb gegeven, terwijl dat ik die niet te denken vind, en toch had hij zo hoog van scoren. Je moet kijken natuurlijk naar de prijs. Nee, dus ik hou daar ook rekening mee met de prijs. Het is natuurlijk ook een budgetoptie. Nee. Het is nog altijd niet te vergelijken met een whisky van 150 euro natuurlijk. Nee, om maar een idee te geven. En dan nog, er zijn whiskies van 30 euro die beter zijn dan 150 euro. Maar ik hou daar gewoon een beetje rekening mee. Want het gaat dan over natuurlijk heel goedkope whiskies. Maar je wil toch iets hebben voor kwaliteit. Nee, en de Goldlies, ook al is die is heel extreem uitgesproken van smaak, is dat wel voor een bepaald publiek heel interessant om te drinken. Dit is een veel zachtere van smaak. Ook veel meer geschikt als een binnenkomer, een ontdekking in de whiskywereld. Ook al omdat hij overal verkrijgbaar is. Hoe dan ook, schrijf in de comments wat jullie zelf van deze whisky vinden. En ik zou zeggen, geniet nog van deze zondag. En tot de volgende. Dag.